dat je hier onderdeel bent van de Tour de France, de grootste wielerwedstrijd van de wereld. En dan ook nog op de Champs-Élysées in Parijs. Ja, dat is heel, heel belangrijk voor het vrouwenwiel. En ik denk dat we hier vandaag een historisch moment meemaken. En dat, misschien beseffen we dat nu nog niet eens. Maar over 10, 20 jaar kijken we hierop terug. Van, ja, dit heeft wel wat teweeg gebracht. De hele wereld kijkt mee. En dat gaat niet alleen voor La Course een vervolg geven, maar voor veel meer evenementen, denk ik. Ik zei tegen me dan, het begin is van een kleine revolutie in het vrouwenwielrennen. Want zoveel mensen hebben dit nu gezien en we hebben er denk ik een hele leuke wedstrijd van gemaakt. Ik geloof dat we 44 gemiddeld reden het eerste uur. Ongelooflijk hard op zo'n parcours. En ja, ik hoop dat iedereen nu heeft gezien van hoe mooi vrouwenwielrennen ook is. En dat het allemaal toppers zijn die hier rondrijden. En ik hoop dat het een vervolg krijgt. En dat het niet bij deze ene keer of bij één dag blijft. Maar dat het echt het balletje nu gaat rollen. En dat het een soort sneeuwbaleffect krijgt. En dat meer organisaties denken van, ja, wij willen ook die vrouwen. Want die vrouwen zijn eigenlijk gewoon veel gaver dan die mannen. I think she's the dream come true of any sport. She's an amazing athlete in so many disciplines. She is smart. She has a dream which we all want to live her dream, which is, you know, putting more women on bikes. And she is approachable and humble. Ik ben gewoon trots op dat het hele vrouwenwielrennen zich zo ontwikkeld heeft de laatste jaren. En dat wij hier als ploeg zo'n prestatie hebben neergezet. Ja, ik ben eigenlijk wel gewoon trots op onze sport op zich. Obviously she's not doing it alone, but I think, you know, she is a symbol of what can be done, what can be achieved, and I think, yeah, if we support her with what she's trying to achieve, we're gonna go very far. Het wielrennen geeft mij heel veel en ik vind het een ontzettend mooie sport. Dus nou ja, qua competitie doe ik er alles voor om goed te zijn. En nou ja, om met mijn team daar voor de overwinning te kunnen knokken. En aan de andere kant vind ik het mooi om wat terug te kunnen geven aan de sport. Om mee te helpen dat verder te ontwikkelen en de wielersport te laten bloeien. Dus ik doe het met heel veel plezier. Soms kost het wat energie, maar het geeft ook heel veel energie. En dat zorgt ook gewoon voor frisse motivatie.